Nou, ik ben me heel bewust van mijn achtergrond. En ik ben natuurlijk opgegroeid in enorme veiligheid en in een hele fijne omgeving. Maar het is zo gek om te bedenken dat nou ja, als ik in de tijd van mijn oma had geleefd, dat het zo anders was geweest. Heel veel mensen van mijn leeftijd die, ja, volgens mij, die weten er nog niet heel veel vanaf. En die nemen het ook als vanzelfsprekend dat we nu in vrede hier leven, in vrijheid. Maar dat is helemaal niet zo heel vanzelfsprekend. En dat besef ik me heel goed. Ja, ik voel het wel in me. Het is niet echt dat ik er heel veel mee doe. Maar ik voel dat er een enorme geschiedenis. Dat ik heel veel heb meegekregen. Ik ben Joods, ja. Ik heb een Joodse achtergrond en mijn oma is ook Joods. En dit is de plek waar zij tijdens de oorlog ondergedoken heeft gezeten. Toen heette het nog het Burgerweeshuis, nu het Amsterdam Museum. Heel bijzonder dat we dit mogen doen en dat ze haar verhaal wil delen met ons. Nou, dit was de grote speelplaats. Ja. Waar ik heel wat uurtjes speelde. Je speelde hier met al je vriendinnetjes. Met vriendinnetjes. Ja, is alles nog gewoon hetzelfde gebleven? Precies hetzelfde, ja. Nou weet ik niet of hier een boom was, maar dat weet ik niet meer. Ik dacht het wel. En dat zij hier is opgegroeid, van een vijfjarig meisje kwam ze hier. En dat ze zo'n andere jeugd heeft gehad. Dat is onvoorstelbaar om dat te bedenken. Brullend kwam ik door die poort. Dat weet ik nog goed. Toen hebben ze me naar binnen gesleept en gezegd van ja, maar ik had een poppenwagen en een poppen en weet ik wat allemaal. Ja. Toen werd ik stil, maar geen poppenwagen. Kun je dat nog goed herinneren? Ja, dat hier kwam? Ja, ik was 6, hè, dan weet je het best. Ja. Maar het is nog hetzelfde. Daar waren de slaapzalen, denk ik. Ja. Hele lange rij met slaapzalen. Ja, ik weet het niet, hoe ik me voelde. Ik denk dat ik me wel af en toe heel rot gevoeld heb. Dat je hier opgesloten zat, dat je geen kant uit kunt. Want we kregen nooit bezoek. Iedereen kreeg nog wel eens bezoek. Dat was wel zuur, hoor, want verjaardagen en Sinterklaas, je kreeg niks. En toen ging mijn vader weg en die moest onderduiken. Mijn vader ging afscheid van me nemen, dat wou ik niet. Ik heb me omgedraaid. Ik heb geen afscheid genomen. Ik vond het een verraad. Ja. Maar ja, wist ik veel. Hij wist meer dan menig andere Joodse familie. En ik weet nog, het is een uitdrukking, de muren komen op me af. Nou, die kwamen echt op me af. Dus ik was ergens en ik gilde moord en brand, want die muren die gingen helemaal naar me toe. Zo begon het dus eigenlijk. En dan zeiden ze dus niks aan de hand. Ik zei de muren bewegen. En dat weet ik nog heel erg goed. Eigenlijk was de naoorlogse tijd rotter dan de in de oorlog. Ja? Ja. Want toen kwamen we wel weer bij elkaar, maar het waren allemaal, mensen die erg door de oorlog, Julie heb je wel van gehoord, de moeder van Michael en Pat. Ja. Die was de man verloren, haar broer, haar moeder. Ja. En had een kind, Tineke. Nou, dat werd een beetje rommeltjes bij elkaar. Ja. Onopgevoed waren we. Trokken de wc niet door en al dat soort dingen meer. En die vader die was net terug en dan hadden we weer een vader. Of je gaat dood. En ja. Je denkt er wel aan, hoor. Het komt wel altijd terug. Maar en wat is bijvoorbeeld het eerste wat in je opkomt als je hier binnenloopt? Hoe voelt dat om hier weer terug te zijn? Het is over, het is voorbij, ik heb een ander leven en ik laat het achter me.
Het zijn jaren geweest die, ja, doodzonde eigenlijk. Ik ben er wel heel erg in geïnteresseerd wat er allemaal is gebeurd. En ik wil het heel graag allemaal weten. Ik heb ook een werkstuk voor school gemaakt, een profielwerkstuk. En dat deed ik over de rol van muziek in het concentratiekamp Theresienstadt. En daarin heb ik onderzocht wat muziek dan voor die mensen heeft betekend. En dat was echt heel belangrijk voor die mensen. En daar haalden ze heel veel energie en kracht en liefde uit. Dus ja, daarom ben ik ook blij dat ik muziek mag maken en dat ik daar mensen blij mee mag maken. Kan je misschien nog iets vertellen over wat je nog kan herinneren van de bevrijding? Ja. Hoe je toen voelde? We lagen allemaal in bed. We gingen om 6 uur al naar bed, want het was steenkoud. Ja. Hoewel het al mei was natuurlijk. En ik hoorde lawaai op de gang en ik ging mijn bedje uit. Het waren allemaal van die bedden naast elkaar. En ik ging kijken en daar stonden ze allemaal te dansen. De oorlog is voorbij, de oorlog is voorbij. Kom, kom, riepen ze naar mij. En ik riep die kinderen allemaal, de oorlog is voorbij. Toen kwamen al die kinderen uit hun bed. En nou ja, verder gingen we, ja, naar de Dam. Ja. Hè, er waren festiviteiten en we kregen weer te eten. Hè. Ik heb nog wel een andere vraag voor jou. Ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe zou je dat omschrijven? Vrijheid is dat je niet steeds achterom moet kijken of je aangevallen wordt. Dat je kunt doen waar je zin in hebt, behalve mensen beledigen, maar naar de supermarkt gaan en eten kopen en kan vrij reizen, kan vrij vrij denken. Ja, dat betekent alles. Dat ik jullie heb, hè, mijn kinderen alle drie heb. Want ik vind het natuurlijk ontzettend bijzonder dat ik daar mag staan. En zeker nu ik nog meer weet van jouw verhaal. En ik wist natuurlijk al een aantal dingen, maar nooit dat we echt samen over hebben gepraat. En dat we hier hebben gezeten en dit allemaal hebben gezien wat jij hebt meegemaakt. Tenminste, dat ik daar een stukje nu ook van mee heb gekregen. En dan sta ik er zo meteen en dan mag ik het ook voor jou spelen daar. Nou, daar ben ik je heel dankbaar voor. Ja. Dat vind ik heel ontroerend. En ik weet niet of ik het droog hou, want ik heb gelukkig Amir naast me. En, maar ja, het doet me ontzettend veel. Je gedachten gaan toch terug naar vooral als het 4 mei en iemand gaat een gedicht voorlezen of het is stilte en worden kransen gelegd. En van allemaal mensen die de oorlog niet hebben meegemaakt, zo jong nog. Aan het moment dat je, ja, dan denk ik heel erg terug en dan denk ik dat jij dat doet voor, en dat jij je geeft voor zoveel, met zoveel liefde, met zoveel prachtige muziek. En dan ben ik heel erg trots en dan denk ik, ja, dat is toch mijn kleindochter, hè?